Ja, volgende patiënt. Slobber. Ja, hier. Hallo, Slobber. En hoe heet dit beestje? Nee, dat is Slobber. Ik heet Angela. Slobber is de hond. Ah, heel goed. Weten we allemaal waar we aan toe zijn? Nou, komt u verder. Volg. Ja. Zit. Braaf. Wat zijn de klachten? Ja, kijk, dokter, Slobber is de laatste tijd nogal lusteloos. Hij beweegt nauwelijks meer. Vroeger rende hij achter tennisballen aan en zo, maar nu... Ja, ik begrijp het al. Ja. Kees? Ja, nogal wiedes. Wat dan? Wat is er? Slobber. Kijk! Dokter, wat heeft hij? Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, mevrouw. Oh, niks ernstigs, hoop ik. Slobber is zo goed als blind. Oh! Hij ziet geen bot voor ogen. Laat staan uw tennisballen. Ja, en nu? Contactlenzen? Mevrouw. Een bril? Het is een hond. Ach, een operatie. Nee, dat is veel te gevaarlijk. Nee, er is maar één redding. Één oplossing. Eén middel om Slobber weer een toekomst te geven. Nou, zeg het. Ik ben overal toe bereid. Nou, u hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. Je ziet het tegenwoordig steeds vaker, hè? Blinde geleide mensen. Dankzij jullie hebben honden als Slobber weer een toekomst. Een beetje lief voor haar zijn, hè? Geef er af en toe maar een koekje. Nou, Slobber, hier. Pak. Zo, en wie is de volgende? Fifi. Hallo, Fifi. Kom verder. Meneer van Gerven.